Dat is mooi. Hey, die Hein, goeie naam. Goeie naam. Stel jezelf maar even voor. Ik ben Kees. En aan de andere kant mijn alter ego is Theo Terlenka Junior. Zo. We spelen in de band Flair en in de band Toestrut en de Terlenka's. Ja, want hoe zijn jullie daar eens mee begonnen met Toestrut en de Terlenka's en Flair? Ja, nou Flair is al, als jij maar op een professionele vlak sinds 1983. Dit is vanaf 1995. Met middernacht begon het. En dat is uitgemond in 14 top 100 noteringen, dus dat is hartstikke mooi. Dat gebeurt wel toen. Dat heeft natuurlijk wel als resultaat gehad dat jullie op veel verschillende plekken gespeeld hebben. Ja, we spelen over de hele wereld. Ja. Het gaat echt van Bangkok tot Canada en van Azië weer terug naar Nederland en we vliegen overal naartoe. Ja, zijn er bepaalde momenten die echt zijn bijgebleven? Azië is heel interessant, bijvoorbeeld Korea, waar je bijvoorbeeld een contract moet tekenen als je de grens wil passeren daar, om dat je dan geen protest aantekent als je doodgeschoten wordt. Oh. Niet dat je het nog kan bijvoorbeeld. Oh, okay. Ja, en Trustrut, dat kwam eigenlijk omdat met Flair kwamen we altijd wel tijdens optredens ook wel verzoekjes van doe eens met Engels talen. Dat past niet echt bij de Flair-formule. Nee. Dus tijdens een goede borrel kwam het, en omdat we ook allemaal oldtimers hebben, kwam het idee van nou, we gaan naar de jaren 60 terug. Vooral helemaal in het teken van toen en alles. Ja. Ja, het lijkt ineens aan te slaan ook geweldig. Dus, okay. En met studie en dan ook nog speciale nummers in voor koningin daar. Nee, doen we niet. We hebben wel zelfs, ja, ook al 3 hits gescoord in 1,5 jaar. Dat verbaast ons hoogelijk. Ja, nee, een Nederlands lied. Het is wel een geintje. Ja, maar het goede zullen wel. Ja, Radio NL tot de Tros en overal zijn we alarm en troetel en knuffelschijf geweest. En ze pikken het enorm op. En als je nou kijkt dit jaar, we staan alleen nog maar voor grote tenten, grote pleinen. En het verbaast ons enorm. Oké, okay, wat gaan jullie morgen met de Koninginnedag doen? Dan staan we met Flair in Erbelo, 10 uur achter elkaar. Zo. Dus een mega optreden in een grote feesttent. En daar doen we 6 keer een uur. Zo. En dat zijn dingen die vinden we ook leuk. Ja. Oké. Heb je nog een speciale boodschap voor onze kijkers? Boodschap? Muziek doet alles met je en dat blijft voor ons ook zo, voor de fans ook zo. We hopen het nog, we weten zeker dat we nog vele jaren doen. Het was vanavond ook helemaal geweldig hier in de tent. Top, helemaal leuk. Hartstikke goed. Dank voor het interview. Graag gedaan. Succes jongens. Ja.